Goedemorgen, we zijn vandaag bij bakkerij Kielman, waar alweer ouderwets oliebollen worden gemaakt. Al heel lang natuurlijk. Al wel heel lang, ja. Het is weer een traditie. Hè? Precies, en het zijn vandaag het zijn de drukste dagen van de maand natuurlijk, hè? Van deze maand? Nou, de kerst vroeger tenminste was ook een hele drukke dag. Maar oliebollen, ja, dat gaat ineens goed door. Dat is altijd gezellig. Ja, leuk. Oké, hartstikke mooi. En wat gaat er eigenlijk op zo'n dag eigenlijk weg? Hoeveel oliebollen worden ongeveer op zo'n dag als deze verkocht? Ja, dit is alleen voor, we hebben nog een croissant hier in de Kerkstraat. Maar vroeger toen wij nog een bakkerij hadden, hadden we tussen de 12.000 en de 15.000. Maar ik denk dat we vandaag een 4.000 à 5.000 gaan maken. Zo, dat is in ieder geval heel wat. Ja. Meer dan de vrouw thuis. Juist, precies. En ik had ook begrepen dat dit pand vandaag of dit jaar voor het laatst bestaat. Of tenminste, dat dit weggaat. Nou, dus, ja, dat staat in de planning. Dus wij hebben nu bijna 30 jaar een bakkerij gehad. Daarna is het een vuur en een pizzeria. En mijn dochter die wil graag een huis bouwen hier. Dus het kan best zijn, ja, ik weet het niet, want we zijn afhankelijk van de gemeente en dan weet je het meestal ook. Bij de gemeente weet je nooit. De molen van, nee, hoe zeg je dat? De ambtelijke molens draaien wat langzaam. Dus we hopen dat we volgend jaar op een andere locatie zitten. Ja. En hoe lang beoefent u dit beroep al als bakker? Ik zit hier in Veendam sinds 1976, dus reken maar uit. Dat is al een, ja, het is een beetje vroeg. Meer dan 40 jaar. Meer dan 40 jaar, hartstikke mooi. En het wordt ook veel nog veel met de hand gedaan hier, hè? Ja, we hebben nog niet, zoals ze dat noemen wij in ons vak, een plopper. Dat is een hele grote trechter, gaat de deeg in en dan floept het eronder uit. Maar wij scheppen nog zoals de oliebollenkramen meestal ook nog wel scheppen met een ijslepel. Ja, ik vind het zelf fascinerend altijd als, hoe het gaat. Tenminste, als je de technologie van nu ziet, ja, dan is het echt, het is gewoon niet meer veel met de hand. Ja, de vakmanschap is wel belangrijk, maar het scheppen, dat is het enigste eigenlijk. Voor de rest de deeg draaien en dat gebeurt nog allemaal wel op de klassieke manier. Maar ja, het is ook wel nodig hoor. Wij hebben vroeger wel eens meegemaakt dat je een dag later kon je handen niet meer bewegen. Nee, als je zoveel oliebollen moet maken en... Als je 6.000 oliebollen schept, dan lukt het. Mijn broer die helpt mij altijd. Maar die is meestal een dag na oudjaarsdag, dus kan die, dan kan hij niet meer met de hand werken. Ja, dan drinkt hij zijn bier met zijn linkerhand. Oké. Nou, hartstikke mooi in ieder geval. Nou, dan wens ik jullie in ieder geval al een goed uiteinde. En in ieder geval bedankt voor het interview. En alle kijkers ook een hele goede jaarwisseling. En een gezond 2018. Nou, jullie horen het van de bakken zelf. Nee, dankjewel. Jullie ook. Ja. Dankjewel. Goeie jaarwisseling. Fijne jaarwisseling. Tot ziens. En hier staan we dan bij bakkerij Kielman, waar de oliebollen natuurlijk verkocht worden. En op dit moment was dus net al een hele lange rij. Het is even rustig, maar vanmiddag ja, wordt het zeker weer druk. En het is zeker de moeite waard om hier een oliebolletje te halen in Veendam, want het zijn ook nog de lekkerste. Hallo. Hoi.